Aan de hoofdweg in Steenwijk-Smoer zit Karoo International, de galerie van Wilhelmien Nijboer, een galerie in haar eigen huis. Wilhelmien, is het ook een feest om elke dag tussen je eigen kunst te zitten? Ja, groot feest. Als ik 's morgens uit mijn bed kom en ik kom hier zo de serre en mijn ruimte binnen, dan door de kleuren word je natuurlijk al vrolijk. Ja, en je bent niet alleen beeldend kunstenaar, jij bent ook interieuradviseuse. Hoe zeg ik dat? Ja, interieuradviseuse, styliste. Ja, ja. Dus jij weet ook hoe je het neer moet zetten. Ja, dat is naast het kunstenaar, het maken van schilderijen en beelden, kom ik ook veel bij mensen of bij bedrijven om de boel in te richten en plaatjes te maken. En ja, zorgen dat de boel in balans is bij de mensen. En jouw kennis van hoe je een interieur, hoe je dat inricht, heeft dat ook te maken met hoe jij werkt? Dat je bijvoorbeeld bepaalde kleuren niet gebruikt of wel? Of dat het je eigenlijk beperkt? Of is het je, stuurt het je? Nou, nee, ik ben eigenlijk meer een intuïtieve kunstenaar. Dus als ik abstract, ik weet dus wel, ga ik abstract, moet het iets abstracts worden, dat is een gevoel. Dan begin ik met een kleur wat goed voelt. En de volgende kleur is ook weer een kleur wat goed voelt. Dus je bent bezig eigenlijk met een verhaal wat goed moet blijven voelen. Ja. Dus als ik zeg maar met rood begin, en de kleur wat in me opkomt is bijvoorbeeld groen en het voelt niet, dan kan het geen groen zijn. Dan moet het misschien wel oranje zijn, omdat dat gewoon lekker voelt. Ja. Nou, ik creëer mijn hele leven al. Ik weet nou dat mijn moeder al, ik zat als kind altijd te prutsen. Ja. Dan zei mijn moeder altijd al, hou eens op, maar dan gaat pruts. Dus ik was altijd al bezig. Hier is mijn atelier. Dus hier ben ik. Alles goed, alles klaar. Dus dit is de heerlijke ruimte waar ik werk. Het is lekker licht. En lekker veel ruimte. Maar jij hebt geen ezel, werk jij altijd plat? Ja, ik werk altijd plat, heb ik fijn overzicht. Een ezel is voor mij... En dat komt ook wel omdat ik veel pasta's en zo gebruik. Hè? Ja, om relief te krijgen. Om relief te krijgen, ja. Kijk, ik was zeg maar 30 jaar interieurstyliste. Tussendoor maakte ik kunst. Maakte ik dingen die ik leuk vond om te doen. En 10 jaar geleden heb ik de boel omgedraaid. Toen dacht ik ga nu gewoon helemaal voor de kunst. Waarom? Omdat dat is wat ik altijd al gevoeld heb dat ik daarvoor geboren ben. Dat is wat ik gewoon graag wil. Dus je kan de pasta's gebruiken, je kan zand gebruiken, je kunt de stokjes, allerlei toestanden op doen. Ribbelkarton bijvoorbeeld is ook heel leuk. Ja, maar het is echt een kwestie van proberen, kijken of het werkt. Ja, ja. En gewoon weer, net wat ik zei, laten gaan en laat het maar gebeuren en laat het maar ontstaan. Ja. Dat is ook het leukste ervan natuurlijk. Ik begon dus met abstract. En later kwamen die vrouwen erbij met die kleine kopjes en die dikke vrouwen. Toen dacht ik, ja, dat vind ik geweldig. Als er iets van humor moet er dan in zitten. Ook in de beeldjes en beelden en ook in die vrouwenschilderijen. En hebben die beelden voor jou ook een naam? Wat zijn dit dan de Wilhelmientjes of de Nijboertjes? De bengels. De bengels. Die kleine beeldjes daar, dat zijn bengeltjes. Dus bengeltjes zijn altijd humoristisch, fel gekleurd, dik en rond. Aandoenlijk, grappig. Dit is weer heel ander werk van jou. Ja, dit is wel hetzelfde materiaal. Maar het is veel strakker. Het is ook anders. Kijk, de bengels en die gladde beelden, die laat ik gewoon glad. Maar dit rasp ik in wezen. Ja. Nog als het nat is, wordt het geraspt. En dan krijg je een beetje dit effect, want het is grove chamotte. Het is heel anders, het is veel strakker. Ja. En het is vooral in zijn eentje heel erg mooi. Als je nou zo'n vogel zo in zijn eentje in de tuin zou zetten op een zuil, dan is het gewoon heel stil. Ja, maar goed, het staat hier ook niet omdat het staat hier omdat dit ook je galerie is. Ja, ja.
Het is je huis, het is je galerie, ja. Het is je opslagruimte. Ja, nou, ik zou het ook buiten kunnen zetten, want het kan natuurlijk buiten. Ja. Maar het is gewoon. Maar ik heb bijvoorbeeld ook de serie The Big Mama Goes Swimming. Dat zijn die dikke vrouwen in zwempakken. Ja, dit is tussenhal noem ik het. Van hieruit kan je alle kanten op. Ja, en dit is jouw Big Mama Goes Swimming. Ja, dit is de Big Mama, deze zittende in het badpak. Ja. Hoe dik kun je ze krijgen? Het lijkt wel niet in proporties, maar er moet wel een beetje in proporties blijven. Zeker, het moet kloppen. Verhouding, het, ja. Het moet grappig blijven. Wat kun je, ik hang even de amateurpsycholoog uit, of beter nog jij. Die fascinatie van jou met dikke vrouwen. Ja, ik heb niks met dun of dik. Of iemand nou dun of dik. Je bent zelf mooi slank. Ja, ja. Ben je misschien heel dik geweest, dat je het van je af probeert te creëren? Nee, mensen zoeken altijd overal iets achter. Nee, helemaal niet. Ik heb niks met dun of dik of lang of klein of wat dan ook. Ik vind het gewoon grappig. En het is humor, het is aaibaar. Ik vind het gewoon leuk, gezellig. Er zit verder niks achter hoor. Dit is ook weer een hele aparte categorie wat je hier hebt staan. Ja, dit is heel ander werk. Dit is beelden in steen. De keramische beelden, dat is boetseren. Mm-hmm. En dit hierbij heb je gewoon een brok steen. En daar maak je gewoon een figuur van. Dan zie je al eigenlijk in de steen wat het moet worden. Mm-hmm. En dat is ook echt zo. En jij hebt over alles nagedacht, hè? Ook hoe je dingen tentoonstelt. Zo'n vaas bijvoorbeeld met die prachtige tak erin, die past weer precies bij het schilderij. Ja, maar dat is een beetje mijn vak. Ja. Dat is een beetje mijn vak. Jij schrijft ook gedichten. En spreukjes, gedachtes. Het zijn niet allemaal zulke gelukkige gedichtjes, het zijn ook best verdrietige die erin staan. Ja. Is dat een periode in je leven geweest dat je zelf een beetje verdrietig was? Ja, zoals iedereen dat wel heeft. Ja. Ja, dat je moet vechten. En, maar niet iedereen maakt dan een bundel? Nee, maar het heeft mij wel heel erg geholpen om te schrijven, gedachten op te schrijven. En dat helpt wel. Ik moet lachen in mezelf op deze zonnige dag. Ken je dat? Je vraagt je verwonderd af waarom je ineens naar vogels luistert. Je had ze altijd wel gehoord. Waarom je ineens de schoonheid van het gras ziet. Je had het al jarenlang gemaaid. Waarom je ineens de rijkdom van het leven ziet. Je had het al vele jaren geleefd. Ik moet lachen in mezelf. Ken je dat? De gasfabriek in Meppel. Alleen wordt het enige gas in het gebouw nu nog gebruikt in de kookstudio en verder is het pand verbouwd tot kennis- en cultuurgebouw. De droom van Arnoud Olie van architectenbureau BNO. Hij bedacht een nieuwe invulling van dit stukje historisch Meppel, maar had tot voor kort het gevoel dat er nog iets ontbrak. Het was zelfs mooi dat ik hier op vrijdagavond een keer bij ons op de receptiebalie ging zitten en uit de stad kwam. Toen had ik het gevoel, ik heb hier te weinig mee en er moet iets gebeuren. Want het ging allemaal vrij vlot en snel, los van dat niet alles uit de lucht komt vallen. Zakelijk hebben we best wel wat voor- en tegenspoed gehad, maar al met al was alles gelukt. Dus dan heb je in feite het kunstje geflikt. Maar dan zou het mooi zijn dat je een soort bekroning op je werk hebt. En die bekroning die ontbrak nog, dat juiste gevoel was het er niet. En wat het aardige vanochtend was, is van de opening van Vermoeien, dat die trots eigenlijk, die bekroning, die kwam vanochtend. Die bekroning is de opening van Galerie en Ateliers Collectief van Boeienoord in de voormalige SNS-bank. Op een dag kwamen de twee dames van Van Boeien op ons af. En vandaag kreeg ik trouwens te horen wat hun missie was. Ze zochten een A1-locatie in de stad en wij bleken de A1-locatie te zijn. Wij vonden natuurlijk de locatie van de gasfabriek geweldig natuurlijk om de ateliers onder te brengen. Maar ik moest ze helaas al voordat ze de koffie op hadden teleurstellen.
dat ruimte al bijna, dat alle ruimtes al vergeven waren. Toen is Arnoud eigenlijk op het idee gekomen en heeft ons uitgenodigd om eens in gesprek te gaan over deze locatie. De SNS-bank stond natuurlijk te koop. Toen zei ik tegen de beide dames, stel je eens voor dat hier sokkels komen te staan van natuursteen, waarbij alles wat gehandicapten bij dagbesteding maken, op een gegeven moment zeg maar wat gebakken is van klei, beelden, kunstwerken, noem maar wat op, dat het hier tentoongesteld kan worden buiten in de openbare ruimte. Met dat beeld in gedachten kocht Olie het oude bankgebouw en deze week was de opening van het collectief. Bewoners van Van Boeienoord maken de kunst aan kaarsen die in de galerie te zien en te koop zijn. Het is hier geen vreubelwerk. De mensen stellen ook echt hoge eisen aan datgene wat hier in de galerie getoond wordt. En de producten die verkocht worden zijn echt van hoogwaardige kwaliteit. Het is meer dan knutselen om de dag door te komen. Ruim 20 bewoners zijn op een serieuze manier met hun kunst bezig. Er zijn hier ook een aantal kunstenaars die de eerste jaren dus ook les hebben gehad van een kunstschilder. En zo is eigenlijk destijds dat ontstaan. En dat is eigenlijk steeds groter gegroeid. En dat was eigenlijk ook onze doelstelling om mensen ook echt een volwaardige plek in die samenleving te geven. En ook op het gebied van kunst. En kunstzinnig en ambachtelijk bezig zijn. Verstandelijke gehandicapten die midden in de samenleving met kunst en cultuur werken. Het past helemaal in de ideeën van Arnoud Olie, die nog meer plannen met de gasfabriek heeft. Maar dit moet ook een plek zijn van verbinden. En verbinden ook met kunst en cultuur. Wat fantastisch vinden waar ik nu zit, dat hier op vrijdagmiddag jongeren zitten gitaar te spelen. Muziek zitten te maken, wat vervolgens aanlokkelijk werkt. Dat je op vrijdag je afsluitingsborrel neemt als je van je werk terugkomt. Waar mensen zich op een andere manier groeperen dan elders in de stad. Ik zou het mooi vinden dat hier op zondagochtend concerten plaatsvinden. Dat er iemand achter een piano zit. En wellicht op zaterdagavond nog iets op een ander muzikaal of theaterachtig gebied. Maar alles vanuit het spontaan. Het is misschien niet het bekendste museum van Drenthe, maar wel heel bijzonder. Het Harmonium Museum, gevestigd in het Veenpark in Bargecompassium. Het herbergt de grootste en meest complete verzameling harmoniums ter wereld. We zijn 2 jaar geleden hebben wij de status van officieel erkend museum gekregen. Dat betekent dat deze collectie een cultuurhistorische waarde heeft die wordt erkend door de Staten der Nederlanden. Dus dat is heel uniek en daar zijn we ook heel erg gelukkig mee, want dat betekent dat het ook een soort van verzekering is dat alles wat hier staat behouden blijft. Dat kan niet zomaar opgedoekt worden en daar zijn we heel erg blij mee. Dat was ook ons doel. De eerste harmoniums werden halverwege de 19e eeuw gebouwd in Frankrijk, waar ze aanvankelijk binnen de klassieke muziek werden gebruikt. We staan hier bij een van de eerst geproduceerde instrumenten. Het is een Frans drukwindinstrument, gefabriceerd door meneer Dubu in Parijs. Hij klinkt heel sober, er zitten ook geen registers op zoals je ziet, dus klankkleuren kun je hier nog niet mee maken. Zover was men toen blijkbaar nog niet. En hij klinkt erg hard, ik zal je het even laten horen. Veel mensen denken dat een harmonium een orgel is, maar er zijn grote verschillen. Het orgel die heeft pijpen en daar komt ook de klank vandaan. Dus die pijpen die worden aangeblazen en een harmonium die heeft tongen en die worden aangezogen. Als je het technisch met elkaar vergelijkt, dan lijkt eigenlijk bijvoorbeeld een mondharmonica, hoe gek dat ook klinkt, een mondharmonica lijkt meer op een harmonium dan een orgel. Maar dat is puur technisch dus. De werking is eigenlijk vrij simpel. Als ik met mijn voeten trap, dan schep ik met deze schepballig deze ballig leeg. Daardoor ontstaat er onderdruk. En daardoor wordt de wind
uit deze ruimte, dat is de windlade, noemt men dat ook, wordt leeggezogen. Op het moment dat ik nou een register opentrek, gaat dit klepje omhoog. Dat is de registerafsluiter. Het tongetje wat daarachter zit, kan dus nu aangezogen worden en gaat geluid maken. Dat is eigenlijk het hele principe van het zuigwindharmonium. En wat maakt nou het geluid? En het geluid wordt gemaakt door dit tongetje. Als ik dat aanzuig, dan hoor je geluid. Heel simpel. Deze is gemaakt door de firma Van den Burg in Amersfoort onder de handelsnaam Pedalion. Hij is enig in zijn soort. Hij is op bestelling gemaakt voor een Joodse familie uit Amsterdam. Hij is gereed gekomen in 1942 en het trieste wil dat deze familie het instrument waarschijnlijk niet meer heeft gezien. Het is een typisch huisinstrument, het werd ook wel huisorgel genoemd, voor de thuisstuderende organisten. En ook heel veel voor begeleiding van vaak christelijke liederen uit bijvoorbeeld Johannes de Heer of de psalmbundels. Het instrument wordt niet meer gemaakt. Het is de fabricage is ongeveer gestopt in begin 70er jaren. Het bijzondere van dit instrument is dat Jules de Korte jarenlang kerkdiensten heeft begeleid in Helenaveen in Brabant op dit instrument. Dus we zijn hier heel blij mee dat we hem hebben. Doet hij het ook? Hij doet het niet echt goed. Nee, helaas. Daar moeten we nog wat aan doen. Het Harmonium Museum is de hele week geopend, behalve op zondag. En voor wie thuis van de klanken van het harmonium wil genieten, het museum heeft net zijn eerste cd uitgebracht. En er gebeurt meer op cultureel gebied. Het Philharmonisch Orkest treedt zondag op in de Brinkhof in Norg. Vanaf 11:15 kun je luisteren naar 9 hout- en koperblazers. Het ensemble bestaat verder uit pianist Emile Schepping en dirigent Arjen Wassink. Er zijn composities van Debussy, Brahms en Mozart te horen, maar het orkest speelt ook eigen werk. Presentator Mick Hartstra praat een stuk aan elkaar. Voor meer informatie kijk op hetphilharmonischorkest.nl. Zaterdag 11 juni vindt bij de Zandkuil in Gasselte het taalfestival De Poppen aan de Dansen plaats. De hele dag zijn er allerlei activiteiten. 'S Middags zijn er verschillende workshops, onder andere een djembe-workshop van skikdrummer Marlen Davers. 'S Avonds is er een poëzieavond met onder andere Delia Bremer, Tjaat Bruinja en Anneke Klaus. Voor het volledige programma kijk op drenthe-poëzie.nl. De Canadese Joanna Chapman Smith treedt zaterdag op in Coco Maria in Veenhuizen. Haar muziek is een mix van Oost-Europese folk, roots, jazz en pop. Chapman wordt begeleid door gitarist Matt Martin. De twee leerden elkaar kennen tijdens een gezamenlijk concert in Delfzijl. Ze hielden contact en besloten samen een eenmalige tournee door Europa te maken. Het concert begint 's avonds om 8 uur. Reserveren wordt aangeraden en voor meer informatie kijk op cocomaria.nl. Vandaag is in Bargeveen de Veenweek van start gegaan. Tot en met 13 juni worden elke dag in en om Bargeveen verschillende activiteiten gehouden. Zo kan er een schilderij gemaakt worden in het Van Goghuis, kunnen kinderen een machinistendiploma halen in het Smalspoormuseum of kan er een vaartocht gemaakt worden met de trekschuit De Snikken. Voor het complete programma kijk op hetveenland.nl. Vrijdag en zaterdag wordt in Stieltjeskanaal voor de tweede keer het Country Barn Festival gehouden. Verschillende bandjes spelen country muziek, zoals de Shadow Creek Ramblers en Emmy and the Bluegrass Pals. Maar naast muziek zijn er ook nog typische country activiteiten, zoals hoefijzer gooien en lasso werpen. Meer informatie over het festival is te vinden op countrynoord.nl.